Hallo, in deze video laat ik jullie zien hoe je de ogen haakt van Sjaun het schaap. Zwart garen, enkeldraads voor pen 4-5, ik gebruik hem op pen 3,5. Is iets gemakkelijker, wordt het wat dichter. We starten met een magische cirkel. Iedereen weet waarschijnlijk wel hoe die maakt. Ik ga jullie niet uitleggen, het staat op YouTube en weet ik veel waar, dus dat doe ik niet. Dit is de magische cirkel. In de magische cirkel gaan we 7 vasten haken. 1, 2, 3, 4, 5, 6... En dat is 7. Trekken we aan het staartje. En dan hebben we een klein rondje. Ik ga eerst even een markeerder pakken. Want die moet er wel bij. Met elke steek waar je mee begint van dit rondje zet je een markeerder. Wat we nu gaan doen. We gaan nu in elke steek 2 vasten haken. Ik heb mijn bril al inmiddels even weer opgezet, want het wordt wat midden met een donkere garen, kan je niet zo goed zien. Even kijken hoor. Dit is de eerste. Dan ga je 2 vasten in haken. 1 en dat is 2. Dan zet je gelijk je markeerder in de eerste die je hebt gehaakt. Dan doe je in de volgende steek 2. In principe dat je 14 hebt. Dit is steek nummer 3. 2 steekjes. Steek nummer 4. 2 steekjes. Vijf. Het is donker garen, dat zie je niet zo goed. Dus ik moet over de camera heen kijken. Dus nummer 6. En dit 2 steken in nummer 7. Dan kom je keurig weer bij je markeersteek uit. Wat je nu gaat doen. Dat is, nou ja, goed, ik heb het zelf bedacht. Anders krijg je die altijd van die draadjes in die ogen. En dat vind ik niet mooi. Ik ga nou in elke steek. In de achterste lus. Ik ga even mijn markeren eruit. Een halve vaste haken. Ik zal jullie laten zien waarom straks. Aan het eind. Dus de achterste lus. Haal je door. Dan pak je je markeerder weer. En die zet je even in de eerste lus. Dan pak je weer een lus. En je haalt door. Dan pak je weer de achterste lus. En je haalt door. Pak je weer de achterste lus. En je haalt door. Dat doe je helemaal. Tot je weer bij je markeerpennetje bent. Ik ga alleen met z'n allen doen, want zo moeilijk is het ook niet, 14. Niet te strak haken. Dat doen we straks. Gewoon losjes. In elke achterste lus even doorhalen. Oh. Wel goed meenemen. In principe doe je dit 14 keer. Als het goed is. En dan kom je bij je markeerder uit. En wat je nu gaat doen. Je haalt je markeerder eruit.
Kijk, je hebt nou in principe een ja, ik ga kijken in het licht zo. Maak je met allemaal halve vasten op de achterste lus van jullie steek. Dan knip je de draad af. Wat je nu gaat doen, je haalt hem gewoon door. Dan heb je straks, als je met het witte moet, een beter zicht. Dit is je staartje, die trek je even aan. Zo. Ik hoop dat jullie het een beetje goed kunnen zien. Dit is de bedoeling. Nu pak je wit garen, enkel. Ik zal het ook even pakken. En wat je nou in principe gaat doen, doe je precies hetzelfde wat je net hebt gedaan. Dit is jouw begin. Hier is je draad geëindigd. Dus dat is je eerste lus. Ik ga ook mijn camera goed instellen. Daarin. En dan pak je weer de achterste lus. Haal je het garen weer door. En dan ga je naar de volgende. Ook weer de achterste lus. En je haalt hem weer door. Niet te strak. Even kijken of ik de achterste lus heb hoor. Want ik heb niet zo'n heel goed zicht. Ja, hier. Achterste lus. Achterste lus. Dat doe ik om te voorkomen dat je van die pijltjes in die oogbolletjes krijgt. En dat vind ik niet mooi. En op deze manier gaan de oogbolletjes iets omhoog staan. Dat is bij Jean ook zo. Dus vandaar. Maar goed, je mag het ook op je eigen manier doen hoor. Ik doe het op deze manier omdat ik dat mooier vind. Zo ga je rondom, tot je weer bij je markeert, tot je weer hier bent. Ik ga het gewoon even meedoen. Misschien zit ik zo nu een beetje buiten de camera, maar ik doe mijn best. Ik doe dit ook voor het eerst, dus alles moet een beetje wennen. En dan hebben we hier nog, even kijken, hebben we daar nog één of valt die er overheen? Ja, die ga ik zo doen. En dan ga ik bij het eind nog een keer in de eerste lus. Dan vind je namelijk een mooie aansluiting. Beetje duidelijk zo, ik hoop het. Wat we nu gaan doen, ik heb het maar gewoon in één keer doorgedaan. Ik hou me niet zo goed aan de rondes, maar goed, dat maakt ook niet zoveel uit. Ik heb er een uitgeschreven, maar op een video is het allemaal anders. We gaan nou in deze steken, in elke halve vaste die jullie hebben gemaakt, in de hele rondom, gaan we 2 vasten haken. Hoe gaan we dat doen? Dit is jouw einde. Je gaat gewoon onder die beide lussen door met je haakpen. Het wil even niet zo goed. Ik zal het even proberen om dat goed te doen. Het is wel vrij strak. Daarom zei ik ook al, niet te strak haken. Zo, pen eronder door. 1. En dat is nummer 0. Nee, kijk, hij gaat niet goed. En dat is nummer 2. Nou ja, ik zet de markeerder erin. Voor het idee. Maar je ziet straks wel waar je bent. Dat ga je ook met de volgende doen. Je pen eronder door. En je gaat 2 vasten haken in de halve vaste.
En zo ga je rondom. En dan gaat het straks dat balletje een beetje zo staan. Dan krijg je wat een balling. Maar dat laat ik jullie straks wel zien. We gaan eerst verder. En dan zie ik jullie weer hier op het eind. In elke vaste, halve vaste, sorry, twee vasten haken. Ik zie jullie weer hier bij de markeerder. Daar ben ik weer. Het laatste steekje voor de markeerder heb ik niet gedaan. Die ga ik overslaan. Er zit namelijk jouw zwarte lange draad in om die weg te werken. Daarvoor heb ik dat namelijk gedaan. Je haalt de markeerder eruit. Je trekt aan. En je gaat nou gewoon dat steekje daartussen overslaan. Eerst start in de eerste lus. Met een vaste. En dan ga je ook gelijk de steek markeren. Wat je nu gaat doen is heel simpel. Kijk, je krijgt nog een beetje, als je het ziet, een balling. Dat is de bedoeling ook. Je gaat nou in elke steek één vaste haken. En dat mag best een beetje strak, want hij moet straks bol gaan staan. Dat is tenminste de bedoeling. Dus je gaat er helemaal omheen. En dan ga je gewoon in elke vaste één vaste haken. En dan zie ik jullie straks bij het einde weer bij jullie markeerder. Tot zo. Daar ben ik weer. In principe is dit ronde nummer 4 van jullie oog. We hebben eerst een stukje gemaakt en toen dat en toen dat. En dan zijn we nu op ronde 4 aanbeland. Ik haal mijn markeerder er weer uit. En we gaan in principe gewoon door met vasten. Dus de eerste vaste. Markeren er weer in. En je gaat weer gewoon vasten haken in elke vaste. Ja, heel simpel. En dan gaan we straks, als het een beetje treft, gaat het oog bol staan. Ik zal jullie even een voorbeeldje laten zien. Ik heb natuurlijk ook alleen gemaakt. Kijk, dit is wat jullie gaan maken. Je ziet dat dit... De pupil, moet ik zeggen, er een beetje bovenop ligt. Dat komt door die halve vasten die ik heb gebruikt. Dan krijg je, anders krijg je bij die andere oogjes altijd van die inkepingjes. En dat vind ik niet mooi. Wordt het wat lelijk van, dat heeft Sjaan ook niet. Dit heeft Sjaan en die gaan jullie maken. Dus we gaan nu gewoon nog door met de vasten in deze ronde. Dit is in principe ronde nummer 5. Jullie gaan gewoon weer vast en haken tot je hier weer bent bij de markeerder. Zie ik jullie zo. Daar ben ik weer. Ik ben weer aangekomen bij mijn markeerder. Wat we nu gaan doen, we gaan nog één ronde haken. Dit is nummer 5. We gaan nu nog één ronde haken met vasten. Je haalt de markeerder er weer uit. En je begint weer met één vasten in elke vaste. Markeerder er weer in. En ik zie, en je gaat weer gewoon door. Want straks moeten die ogen nog of worden opgevuld voor ze op het kussen komen. Of op het hoofd komen van jou. Dus we gaan gewoon door. En zie ik jullie straks weer daar. Tot zo. Daar ben ik weer. Ik ben aangekomen bij mijn markeerder. Die haal ik eruit. En zoals jullie zien... krijg je nu een bol oog. Met de bovenop eigenlijk de pupil. Het lijkt wel heel mooi. Want dit oog ga je namelijk straks opvullen. Hier aan de binnenkant. Met kussenvulling. En dan naai je ze op het hoofd van Sjaan. Maar dat is voor latere zorg. We gaan dit eerst afhechten. Natuurlijk maak je twee ogen. Dat snap je. Ja, je mag ook één doen, maar... Sjaan heeft 2. Je gaat hem weer doorhalen. Draadje afknippen. Je gaat hem doorhalen in de eerste steek. Draadje afknippen. En slip stitch. Oftewel een halve vaste. Dit is jullie oog. En hier maak je er dus 2 van.
In de volgende video ga ik jullie de oogleden laten zien hoe ik dat ga haken. Tot zo in mijn volgende video.